Voor FC Twente ben ik uitgekomen in de E-divisie, in de Global E-League en de FUT Champions Cup in Barcelona. Dankzij mijn online prestaties en mijn huidige vorm in de laatste weken is dat ook niet onopgevallen gebleken bij de Turkse topclub Fenerbahçe. En ben ik uiteindelijk via hen benaderd door mijn management bundeld en zo is het een beetje waargekomen. Ik weet nog goed dat hij hier voor het eerste keer binnenkwam. En dat we hem vroegen of hij wel eens een keer eerder hier in het stadion was geweest. En toen zei hij zo van, één keer eerder toen we tegen jullie moesten voetballen. En toen vroegen we hem van, we tegen jullie? En zo, ja, met Fenerbahçe. Dus dat was eigenlijk wel echt zijn nummer 1 club. De E-divisie was in het begin voor mij heel erg wisselvallig. Ik had een slechte reeks met veel verliespartijen en gelijke spellen. Ondanks dat is mijn management bundeld en FC Twente altijd positief naar mij geweest. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. De Global E-League zal ik inderdaad nog namens FC Twente spelen en proberen om de cup binnen te slepen en daarmee een mooie afsluiting van het FC Twente verhaal te doen. Dat nu een club als Fenerbahçe zich bij FCT eSports meldt om een van onze spelers over te nemen, ja, dat is natuurlijk een enorme eer voor FC Twente, maar met name een droom voor Emre natuurlijk als Turkse jongen zijnde. Dus ja, wij kunnen hem alleen maar deze stap gunnen en hem heel veel succes wensen vanuit de club. Yo Emre, ik wil jou bij deze echt super veel succes wensen met je transfer naar Fenerbahçe. Is natuurlijk echt een dikke stap en ook echt een droom voor jou omdat het natuurlijk je lievelingsclub is. Grootste fan volgens mij. Omdat het nu officieel is ga je ons natuurlijk verlaten, dat vind ik super jammer, maar ik hoop dat je echt... ik ga ervan uit dat je keihard je best gaat doen en dat je een van de beste wordt daar. Dus super veel succes. We zullen je missen uit Twente. Doei. Yo, Emre. Super gefeliciteerd met je transfer, jongen. Op naar fucking Fenerbahçe. Echt super ziek, man. Gefeliciteerd. Ik heb van harte gegund. En hopelijk zie ik je nog een keertje bij Twente. Dat zou super tof zijn, man. Hey, later, doei. Tony en Laura, ik wil jullie echt super erg bedanken voor jullie felicitaties. Betere teammaatjes kon ik me niet wensen in het eerste seizoen. En ik wens jullie uiteraard ook het allerbeste toe en we blijven contact houden met elkaar. Ik wil FC Twente en de supporters graag bedanken voor de steun. En ik wens iedereen het beste toe en ik zal de club uiteraard blijven volgen.